Hoi, Robin hier en welkom alweer bij de 8e aflevering van Robin Small Talk. De aflevering waar helaas Splinter het spel moest verlaten. Eentje die ik niet zo snel zag aankomen. En in één klap was mijn vertrouwen weg wie de mol zou kunnen zijn. En daar is de aflevering waar we Robin Small Talk mee gaan beginnen. De titel van de aflevering was In één klap. En daar was voor mij duidelijk, vooral bij de test, wie verdacht. En dat is ook iets later waar ik zeker op teruggekomen. En daar hebben we natuurlijk René, die in alles in één klap fout kon laten lopen. Zowel bij het verschuiven van de puzzelstukken, als het noemen van alle borden welke verplaatst moesten worden. En het is lastig om bij René te kijken of ze alle combinaties goed heeft genoemd. Dus het zou kunnen zijn dat ze daar heeft gemold. En dan hebben we natuurlijk Charlotte, die in één klap 2000 euro uit de pot haalde. Dus dat zou een hele sterke hint richting Charlotte kunnen zijn. Het rad komt uit op min 2000 euro. Dan neem ik hem. En dan is het tijd voor opdracht 1, genaamd Voor Joker staan. Voordat we met de opdracht gaan beginnen, wilde ik nog even de opmerking van Charlotte aanhalen. Ja, het wordt nu echt tijd dat ik een mol ga kiezen. Ik ben niet overtuigd van de persoon die ik in mijn hoofd heb. Maar ik kan nu niet anders dan daar wel op gaan varen, bijna blind. En ja, je hebt net een stukje gezien en zoals we weten is de mol natuurlijk ook blind. Dus het zou een goede hint richting haar kunnen zijn als mol zijnde. Dan de opdracht zelf, waar de kandidaten coördinaten doorkregen en de bijbehorende bordjes moesten wisselen. Ze konden hier 1500 euro verdienen, maar eigenlijk door een aantal fouten hebben ze 0 euro voor de pot verdiend. Hier valt eigenlijk op dat Splinter en Rocky tijdens de eerste rit eigenlijk alles goed hebben en zijn hierdoor dus wat minder verdacht. Nou ja, eigenlijk alleen Rocky, omdat Splinter natuurlijk het spel heeft moeten verlaten. En waar Rocky en Splinter duidelijk waren met de coördinaten, was het bij René en Charlotte toch wel wat anders. Er waren een hoop fouten die niet hadden gehoeven, zoals in de afbeelding hier links van mij te zien is. En aan het einde van de opdracht maakte het natuurlijk Charlotte en Rocky ook niet zoveel uit dat er geen 1500 euro in de pot is bijgekomen. Want ja, de ervaring vonden ze toch echt belangrijker. Voor nu ga ik dan ook opdracht 1 hierbij laten, voordat ik zelf voor joker sta. Dus is het tijd voor opdracht 2. Dan opdracht 2, ook wel rijgedrag genoemd. De opdracht waar 1500 euro verdiend kon worden, maar ze uiteindelijk maar 900 euro mee hebben kunnen nemen voor de pot. Omdat er in de rij met diamanten en parels en de rij met mannen in zwarte kleding twee kleine foutjes zaten. Hier is het vooral opvallend tijdens deze opdracht dat Rocky tussen de oud-molen zit. Het zou wellicht een hint richting haar kunnen zijn als mol zijnde. Want een mol voelt zich waarschijnlijk op zijn gemak natuurlijk tussen de oud-molen. En dan gaan we eigenlijk alweer heel snel door naar de laatste opdracht van deze aflevering. Ook wel genaamd radgeving of raadgeving. Waar ze maar liefst 8000 euro konden verdienen als ze uiteraard allemaal op de 2000 euro terechtkwamen. Maar helaas kwam als Charlotte als enige op de min 2000 uit. Waardoor aan het einde van de aflevering maar 7875 euro in de pot zat. En ook hier tijdens deze opdracht had ze weer een vreemde uitspraak. Hard of min 1000? Ja, maar het is min 2000. Ja, dat weet ik, maar je was nog wel redelijk zo van... Ja, ik dacht, doe een beetje neutraal. Ja. Ik weet ook niet zo heel goed wat ik hier moet zeggen, want Splinter vertoonde hier zelf ook nogal vreemd gedrag. Nou ja, vreemd neutraal gedrag. Maar de reactie van Charlotte was uiteraard ook vreemd. En dat was in ieder geval zover de opdrachten. Ja, deze aflevering is ook wat sneller als normaal. Eigenlijk omdat ik wat meer tijd wilde besteden aan de test en executie van deze aflevering. En natuurlijk ook mijn verdenkingen. En dat is ook waar we nu naar doorgaan. Test, executie en afsluiting van deze aflevering. Normaal gesproken zeg ik eigenlijk helemaal niets of vrij weinig over de test. Maar daar maak ik voor deze keer een uitzondering op. Eigenlijk om een hele... ja, een soort van simpele reden. Tijdens de aflevering is te zien dat René op Rocky en Charlotte zit. Charlotte zit niet op Rocky en Splinter, maar zit op René. En Splinter zit op Rocky en René. En Rocky zit alleen op René. Zoals we weten heeft Splinter de aflevering moeten verlaten. Dus dan zou de theorie zijn dat Rocky en René niet de mol zouden zijn. Maar dat Charlotte de mol dus is. Dit houdt in dat als Charlotte de mol is, dat René als enige goed zit. En dus de winnend finalist is. En Rocky de verliezend finalist. En natuurlijk dan Charlotte de mol. Maar ook dat zou weer redelijk onderuit gehaald kunnen worden. Want er zijn natuurlijk voor alle kandidaten zijn er een aantal verdachte momenten geweest. Ja, te beginnen met Charlotte. Charlotte zou een hele opvallende mol zijn. Ze heeft vrij openlijk dingen fout gedaan. Fout gecontroleerd bij de opdracht onder de boot.
waar Joshua bijna niet sterk genoeg was om de fouten te corrigeren. Ook tijdens de opdracht waar ze de klok moesten goed zetten om een code te kunnen krijgen voor het slot. Dat was een beetje vreemd. En ook de rare zinnen natuurlijk in de vorige aflevering. Want als journalist kan je zulke fouten gewoon niet maken. En dan hebben we René, wat toch wel wat een speciaal geval is. En dat heb ik natuurlijk ook al vaker aangehaald. Ze is niet altijd de meest slimste en af en toe behoorlijk onwetend. Maar ze weet wel wanneer ze een leesbril of niet wanneer ze een leesbril moet hebben. En ze heeft ook, als ik zo terugkijk, best wel hele goede molposities. En als laatste natuurlijk Rocky. Zij is behoorlijk onopvallend en een hele goede kandidaat. En bij haar moet je toch echt moeite doen om iets verdachts te kunnen zien. En ja, daar komen we toch aan bij mijn verdenkingen. Ik weet niet of ik nu een uitspraak durf te doen. En ik vraag jullie dan ook in de reacties te laten weten wie jullie verdenken. Zodat ik de komende video dit ook uiteraard mee kan nemen. En mijn definitieve molkeuze kan gaan maken. En ik hoop dan dat ze dan ook echt goed zitten. En dat is ook voor nu waar we deze aflevering bij gelaten. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering. Als je het hebt gedaan, laat dan uiteraard een like achter. Vergeet niet te abonneren. En als je bent geabonneerd, vergeet je niet het belletje aan te zetten. Zodat je bericht binnenkrijgt wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En dan zeg ik voor nu, later.